Ik heb hier zin in. Wat eten we vandaag? Yoghurtcake met bessen. Wat heb jij vanochtend gegeten? Het is bakdag. Ja, mijn favoriete dag. Ik zet de oven aan. 180 graden. Voor de yoghurtcake met bessen heb ik nodig voor de cake zelfrijzend bakmeel, suiker, yoghurt, zonnebloemolie, eieren, blauwe bessen en een klein beetje zout. Voor de superlekkere dikke topping heb ik nodig roomkaas, poedersuiker, boter, rode besjes, blauwe bessen, citroen, munt en wat extra poedersuiker om er overheen te doen. En bij bakken heb ik natuurlijk altijd mijn grote vriend, de keukenmachine. Dan beginnen we met de yoghurt, olie, suiker en zout te mixen. Yoghurt erbij. Suiker. Zonnebloemolie erbij. En een klein beetje zout. En de eieren. Hop. Je kunt het uiteraard ook met de hand doen, maar ik ga voor de makkelijke weg. Hop. Ga ik even goed door elkaar mixen. Het moet een lekkere, zachte massa worden. En dan ga ik het zelfrijzend bakmeel er doorheen zeven, want ik wil geen klontjes. Klontjes! Oh, ziet er altijd zo mooi uit. Mm-hmm. Dit is nou echt een plakje cake bij de thee. Ja. Precies dat. Ben je van het high tea'en? Ik heb niet heel vaak high tea'd in mijn leven. Het heeft iets stuttigs, hè? Ja. Het heeft een beetje stuttigs. Maar ja, goede high tea. Ik heb liever een high wine. Dat dacht ik wel. En dan gaan we rustig vouwen. Want ik wil dat de cake luchtig blijft. Nu je nou hier zoveel bakt, bak je dan thuis minder? Nou, ik bak wel nog heel veel granola en bananencake. Dat doe ik ook altijd een beetje op bestelling, namelijk. Voor familie en vrienden. Mm-hmm. Maar ik bak hier wel veel meer dan thuis, ja. Jammer dat ik niet meer kan meenemen trouwens. Ik mag nooit iets meenemen. Alles wat ik maak moet ik hier laten. Voor de fotografie. Ook een beetje zelfbescherming. Ja, dat is waar. Nee, maar hier val je heel erg veel van af. Oh ja, dat is waar. Ja, sorry, ja. Maar even alle gekheid op een stokkie. Deze cake, daar val je natuurlijk helemaal niet van af. Maar het is zondag. Morgen is weer een dag, toch? Kijk, het wordt zo'n lekkere, gladde massa. Als je toch wel wat klontjes hebt, kun je altijd nog even de keukenmachine gebruiken natuurlijk. Maar zo moet het eruit zien. En dan gaan nu die ontzettende mooie blauwe bessen erbij. Dit zijn echt joekels. Doorheen spatelen. Cakebeslag is klaar. Dan heb ik hier al voorbereid een cakeblik. Ik voelde niks. Ja. We zijn gek op je. Ja. Maar echt. Er moest even iets gebeuren. Cakeblik heb ik ingevet met boter en daar overheen meel. Maar voor de zekerheid toch even een bakvelletje. Dan weet ik zeker dat hij er goed uitkomt. Oh, lekker! Alles meenemen. Even een beetje zorgen dat overal precies waterpas is. Kijk eens. En nu denk je, klein cakeje, maar het gaat helemaal mooi omhoog. Deze gaat de oven in. 180 graden. Die zit erin. 50 minuten. Heb ik tijd om de super vette topping te maken, waar je nog meer van afvalt. Voordat ik ga mixen, doe ik toch even wat food preps. Dat is namelijk deze citroen. De zeste wil ik gebruiken, de schil en de sap. De enige echte zesteur, waar je hele fijne schilletjes van kunt maken. Gebruik absoluut een biologische citroen, want ik gebruik de schil. Voor op de topping als garnituur. Ben je theeleut? Ik ben best wel een theeleut. Ik denk dat ik 1,5 liter thee per dag drink. Oh echt? Ja. Ik heb zelfs een ongelooflijk groot assortiment thee thuis.
groene thee, zwarte thee, Japanse thee, Chinese thee. En ook wel altijd niet in zakjes, hè? Alleen de blaadjes. Dus dan met een zeefje. Goed, ik heb gefood prepped. Deze liggen klaar straks voor in de topping. En deze voor de bovenop. Dan heb ik nodig de roomkaas. Dan boter, roomboter. Bij de roomkaas. Ik ga dit eerst losmixen en dan doe ik straks beetje bij beetje de poedersuiker erbij. Mijn grootste wens is dat je niet dik kan worden. Zo. Dat je gewoon niet dik kan worden van heel veel calorieën. Nou, eigenlijk bedoel ik natuurlijk met dik worden. Mijn grootste wens is dat je niet aankomt. Dat ik gewoon blijf zoals ik ben. Dat ik niet hoef op te letten. Het zou mooi zijn, toch? Zo, ik bakken met ijs naar binnen werken. Er zijn mensen. I know. Die hebben dat. Ik niet. Ik ook niet. Kijk eens, het wordt al heerlijke, lekkere, dikke massa. Gaat de citroensap erbij. Halve citroen. En wil je de precieze hoeveelheden nalezen? Kijk dan op 24kitchen.nl. Want bakken is heel secuur werk. Kijk, dit is wat ik wil. Eigenlijk is het hele dikke slagroom. Deze topping, die zet ik nog eventjes in de ijskast, want de cake is nog niet klaar. De kant een beetje stijf worden en dan heb ik zo meteen kan ik het goed over de cake heen smeren. Ik ga even dit opruimen, heel even chillen en dan is de cake klaar. Kind kan wat doen. Hij is klaar. Oeh. Oh. Kijk eens. Ziet er goed uit. Zorg er wel voor dat de cake echt is afgekoeld. Als je de topping er namelijk op smeert, dan wil je niet dat het enorm gaat smelten en er allemaal afloopt. Dus een afgekoelde cake, daarna de topping erop. Kijk eens jongens. Hij is een beetje opengebarsten aan de bovenkant. Ik vind dat wel een leuk effect eigenlijk. De topping uit de ijskast. Is lekker een beetje opgestijfd. Opgesteven, wat is het? Opgesteven, denk ik. Geen idee. Opgesteven. Ja, ik heb het heel even opgezocht en het is opgestijfd. Oké, dus niet opgesteven. Ik had gewoon gelijk. Ja. Sorry daarvoor. Perfect bordje ervoor. Nu komt het leukste gedeelte. Mag ik versieren. En Chris, heb jij toevallig nog wat meer blauwe besjes voor mij? Ik ga ze plukken. Oh, die topping is lekker dik. Kijk, geweldig. Net van de Veluwe. Check even hoe groot deze blauwe bessen zijn. Vind ik top. Wow. Zijn geen halve maatregelen dit, hè? Nee, dit is... Zullen we in zo'n theekransje? Een theekransje maken. Laten we een theekransje maken. Leuk. Gezellig met de meiden. Lekker theeleuten. Lekker roddelen over onze mannen. Kijk, het is wel vet als het een klein beetje zo eroverheen hangt. Dit is toch helemaal de shit. Ik heb helemaal zin om helemaal los te gaan met alle toppings. Ik gooi er alles op. Nou, ik leg er alles op. Iets liever. Leuke, lieve rode besjes. Blauwe bessen erop. Beetje random. Ik wil echt gewoon zoveel mogelijk lekkere spulletjes op de cake. Ik wil alles erop. Oeh, daar gaat hij. Oh, er valt er één. Daar gaat hij. Ah, één afgerond. Special effect. Takjes munt erbij. Zo, die ziet er goed uit. Chris, heb jij... Ik heb heel erg behoefte aan een klein schaartje. Roberto heeft alles, jongens. Kijk eens aan. Ja, Roberto heeft dus ook trek in cake. Komt helemaal goed uit. Kijk, ik wil even deze takjes. Pietje, precies. Ik was niet zo blij met de takjes. Roberto, dank je wel. Je krijgt straks een plakje cake. Kijk, die cake is natuurlijk veel te groot. Die ga ik delen. Dus ik heb zin in een theekransje. Ik ga mijn maasjes uitnodigen. En ik zat te denken aan... Roberto. Daar staat hij. Oh, hij staat al een beetje te trillen. En de zesde... Mooi voor de kleur en voor de smaak. Je hebt geen idee wat er aan deze kant aan het gebeuren is. Gaat het helemaal fout? Het is mayhem aan deze kant, het is te gek. Ik ga niet naar kijken. Als finishing touch,
klein beetje sneeuw, poedersuiker. Kijk eens, ik presenteer yoghurtcake met bessen. Hoeveel mensen komen eten? Oeh, ja, ga niet in je eentje? Nee. We doen twee meiden erbij. Twee meiden erbij? Twee meiden erbij, drie meiden in totaal. Wat heerlijk, jongens. Ik ben benieuwd naar de binnenkant. Oh. Ja. Kijk eens. Gezellig. Nou, Roberta en Lizzie, kom je daar ook bij? Oh, wat gezellig. Kijk nou, jongens. Oh. Dat is wel een hele lelijke vriendin die je daar hebt. Op links. Jezus. Oh, kopje thee. Roberta is de geluidsman. En dit is een hele speciale thee, namelijk safraan met kardemom. De meisjes praten toch altijd bij dit soort dingen, of niet? Ja, over hun mannen. Over mannen, over een beetje dat je man een dikke buik. Vind jij het nog een beetje leuk, Lizzie, met je man? Met mijn man, na al die jaren. Ja. Mm. Als die slaapt. Nou, dit is gewoon verrukkelijk. Een hele luchtige taart, heerlijk. Nou, jongens, jullie zien het. Mijn meiden genieten er ook heel erg van. Wil je dit recept ook namaken? Kijk dan op 24kitchen.nl en nodig al je vriendinnen uit. Doei! Hou op, lelijke. Je is goor, man.